We zijn heel blij dat we de Baloise Belgium Tour kunnen ontvangen in Turnhout als vijfde rit. Turnhout houdt van sport, Turnhout houdt vooral van wielrennen. Er zijn ook heel veel vrijwilligersclubs hier in Turnhout die we betrekken bij heel deze verhaal. Het gaat top worden. De slotrit, vijfde etappe, Turnhout-Beringen. Vlakke etappe. We rijden door de mooie streek hier, door de Kempen. En we gaan dan richting de provincie Limburg. Mooie brede banen. Dus alles in functie, denk ik, dat de leider de opdracht kan geven aan zijn ploeggenoten van alles proberen samen te houden. En dan op een veilige manier Beringen te bereiken. En daar dat de snelle mannen het onder elkaar gaan uitmaken wie dat de sterkste is vandaag. We staan hier in Beringen bij de B-Mine City. En hier is de aankomstplaats van de laatste rit van de Baloise Belgium Tour 2021. Dan vraag ik me af, wie gaat de opvolger worden van Brian Coquart? Die heeft de laatste Baloise Belgium Tour rit gewonnen. En dat was in 2019, toen dat Remco Evenepoel eindwinnaar was. Voor mij zal dit ook uitdraaien, deze rit ook uitdraaien op een massasprint. En ze hebben hier echt de mogelijkheden, een mooie brede aankomst. Dus we gaan een koninklijke spurt tegemoet, denk ik. We zijn heel blij dat wij als Beringen de slotetappe van de Baloise Belgium Tour naar hier hebben kunnen halen. Het is trouwens de tweede keer op rij. Vlaanderen ademt de koers en dat is hier in Beringen niet anders. Dus we willen ons ook wel echt wel profileren als die wielerstad. We hebben al een veldrit op ons grondgebied en hier op de Mijntegils achter ons. Dus we zijn ook opnieuw heel blij dat we deze wielerwedstrijd nu opnieuw de slotetappe naar hier kunnen halen.